Op een gegeven moment hoorde ik van zijn vader dat hij economie of zoiets ging studeren. Ja, ik dacht van, nou, dat gaat helemaal de verkeerde kant in. Maar even daarna hoorde ik dat hij wat zakgereikt had. Dus nou, toen had ik al verhoogd. En op dit moment is hij operational manager Nederland bij Eurofin Cybersecurity. Wouter, de vloer is jou. Dank je. Ben ik goed te verstaan ook achter in de zaal? Andere vraag, willen jullie het in het Nederlands of in het Engels? Iemand die... In Brabant. Brabant. Dat gaat helemaal goed komen. Dat scheelt mij ook weer, Nederlands. Dat ik net wat meer bezig op Engels. We beginnen met wie ben ik? Nou ja, Hans had natuurlijk al een mooie aanzet. Toen was ik ongeveer zo groot, je ziet het dan, ik heb een FreeBSD t-shirt aan. Het FreeBSD t-shirt leek meer de jurk dan een t-shirt. Dit was op Hackers at Large 2001, de eerste hackersconferentie die ik bezocht. Niet echt bezig met bits en bytes, maar met sloten. Dan ga je puberen, ik was toen ook dus 13. Ga je puberen en dan ga je een beetje afzetten tegen je ouders. En, ik kom uit een redelijk beta gezin, dus wat ga je dan kiezen? Dan kies je iets wat compleet tegenovergesteld is, dan ga je economie. International Economic Finance, fiscaal recht, economie, ik heb het allemaal gehad. En het mooie was, tijdens mijn studie fiscale rechten en economie kwam net de iPad op en ik zat op de Fontes Hogeschool en die vroegen aan alle leerlingen van, we hebben hier 10 iPads liggen en er moeten wat mensen moeten die gaan testen om te kijken of dat bevorderlijk is voor het onderwijs, schrijven voor motivatie en wie weet ben je een van de gelukkigen. Hier staat hier een van die 10. De iPad 1 met onbeperkt data op het moment gesponsord door de Fontes. En dat was ook in de tijd dat WhatsApp opkwam. En had ik op mijn iPhone 4. Op de iPad was dat niet mogelijk. Ik denk, daar moet ik ook eens even een keer voor gaan zitten. Ding gejailbreakt, gekeken hoe zit dat bij elkaar. En uiteindelijk had ik WhatsApp draaien. Wat eigenlijk niet kon op de iPad. Maar ik had hem dusdanig draaien dat ik elk willekeurig telefoon kwam erbij gemaakt. Dus ik heb de hele tijd 06 en dan 8x0 als WhatsApp-nummer gehad. En nog nooit zoveel nieuwjaarsmensen gehad. Dat de mensen vrouwen. Dan sturen ze blijkbaar iedereen in een lijst. Sturen ze gelukkig nieuwjaar. En als je daar reageert, dan vragen hoe kan dat? Vond ik veel leuker dan belastingen, recht. Dus op een gegeven moment. Ik moest dan ook een keer boven de plank gaan krijgen. Wat ga ik dan doen? Wil ik mijn hele leven belastingaangiftes aan gaan vullen? Of vind ik dat veel leuker om met hacken en met security bezig te zijn? Het is het laatste geworden. Begonnen bij SOCT als jong professional cybersecurity. En via flink wat omwegen nu eindverantwoordelijke voor de operationele dienstverlening van Eurofin Cybersecurity, voorheen Qubit. Kort over mezelf, daar kan ik ook 3 kwartier mee vullen, maar dat is voor een andere keer. Open source security. Ik heb het eens gegoogeld, nou zijn mijn Google-resultaten zijn wellicht anders dan die van jullie. Ook daar kan ik een hele presentatie over vullen. Maar wat mij opvalt, als ik open source security google, dan krijg ik alleen maar commerciële zaken. Dan met name gaat het om SCA's, Software Composition Analysis. Black Duck is zo'n organisatie. En wat doen die? Die gaan binnen een commerciële organisatie kijken van welke open source gebruik je nou. Ben je compliant wat betreft de licenties en is die up-to-date en zitten er geen kwetsbaarheden in. Hoewel dat heel belangrijk is om dat als commerciële organisatie, als organisatie te doen. Is open source security is geen software composition analysis. Sterker nog, ik durf te beweren dat open source software security is niet anders als closed source software security.
En om dan tot de kern te komen, moeten we eigenlijk misschien wel eerst een andere vraag beantwoorden. Wat is security? Dat is vaak een heel moeilijk vraagstuk, dus ik draai me vaak om. Ik ga liever van wanneer is iets nou onveilig? Wie heeft daar een idee van? En Hans, Guido, jullie even uitgesloten. Als je iets mee kan doen wat het niet hoort. Als je er iets mee kan doen wat het niet hoort. En wanneer, hoe weet je dat iets niet doet wat het hoort te doen? Als er op het biervelletje staat, dan mag je niet onder de tafelpoort zetten, de tafel stopt in de Bibel. Hè? Ja. Ik beweer dat die definitie onveilig, dat die beter moet zijn. Ja, ik denk dat het een heel moeilijk vraagstuk is, wanneer is iets onveilig. En dat komt voor een deel later in deze presentatie. Maar security is heel abstract, dus je bent er aan vragen, wat is nou security? Is lastiger, zeker in software. Hoe ik hem graag altijd positioneer, aan de ene kant heb je een behoefte of een idee. Vaak open source begint met een idee, niet zozeer met een behoefte. En anderzijds heb je een realisatie. Dus je hebt het idee, dan ga je bouwen en daar komt realisatie uit. En daar waar die twee elkaar overlappen, heb je een stukje zekerheid, want je hebt gemaakt wat je wilde maken. En de zekerheid is de letterlijke vertaling van het woord security. En wat dan meteen opvalt in dit plaatje is, ze overlappen die 100%. Is dat bewust, denk je? Is dat iets wat vaak voorkomt? Ja, en hoe zou dat komen? Schokken. Ja? Oepsjes. Nog een keer? Ik denk dat, stel hè, je wil een webapplicatie bouwen, heb je een webserver nodig. Die webserver die kan al veel meer dan alleen waar jij hem voor gebruikt, voor jouw webapplicatie. Die webserver die draait op een operation system en ook dat OS. Dat kan weer meer dan alleen die webserver zijn. Dus ik denk dat je er niet aan ontkomt dat je behoefte en realisatie compleet overlappen. Wat die bolletjes wel mooi weergeven is dat het aan twee verschillende kanten niet overlapt. En dat is ook in de cybersecurity zo. Als iets aan de behoeftekant, aan de bedenkkant zit, noemen we dat een flaw. Er zit iets aan de realisatiekant, dat noemen we dan een bug. Het mooie daarvan is, hoeveel procent denken jullie ongeveer van de software, de security issues, is nou een bug? Hoeveel procent? Iemand een idee? Het is ongeveer 50%. Dus, door een van de ontwikkelaars van jou is erbij gehouden, ongeveer 50% van alle software security issues valt in de categorie bug en de andere 50% valt in de categorie flaw. En dat is best wel heel interessante statistiek, dan weet je ook waar je nou tijdens je software development aandacht voor moet besteden. Om nou een beetje het concept bug en flaw wat helder te maken, heb ik een kleine demo. Als het goed is, staat hij klaar. Ja. Dit is een bewust onveilig gebouwde applicatie door de OWASP, genaamd Webboat. Ze hebben daar een webshop nagebouwd. Het is een hele simpele webshop, het heeft alleen maar een tv. 55 inch, ik weet dat een van de eerste tv's die daar stonden was. Wat was kleiner in een van de eerdere versies, die webshop zag er nog meer bezig uit. Maar daar zit een opdracht bij. Die opdracht is, probeer die tv nou eens te kopen voor minder dan het bedrag waarvoor die staat. Je ziet, het bedrag is $3000 ongeveer. Hoe zouden we dat kunnen doen? Iemand een idee? Kijk, wat je kwijt is als je
gestuurd en dan de best aanpassen? Ja, kunnen we doen. Dat kan zo meteen ook doen. Of de band die je opgeeft, een aantal letters of andere letters in. Ja, want de band die op een, wat zijn je op een? Letters in voor free of nil. Ik denk dat je getal. 0,51. Het komt hier boven. Laten we dat eens doen. 51, hè? Nee, nee, dan wel. Goeie korting. Dan zie je al dat inderdaad dat de tap naar beneden gaat. Ik hoorde net ook iemand zeggen min 1. Laten we dat eens doen. 1. Dan krijg je nog geld bij. Mag je nog geven? We hebben dit in het verleden wel eens bij bol.com gedaan. Min 3 keer het boek Hacker voor Dummies besteld. Het leuke was, als je dat afrekent met een American Express creditcard, die hadden wij toevallig als company creditcard, dan krijg je het geld, dan krijg je op je rekening en we kregen 3 keer het boek. Hebben we uiteraard gemeld, we mochten het boek gehouden en dat geld teruggestort. Ik heb ook gezegd, volgens mij kunnen jullie dat boek beter gebruiken. dat is eigenlijk. Leek Bakker heeft het ook gehad, die had op een gegeven moment een uitzet of zo. En dat was ook 80% korting of zo, dat is ook een fout. Ja, maar je hebt heel veel van die logica fouten. De andere was bij Vodafone. Kreeg je een printer, een gratis printer bij een laptop. Dus je een laptop in je winkelmandje deed, zei ja, je gaat een laptop bestellen, je een gratis printer bij. Dan kreeg je een gratis printer in je winkelmandje, flikte je die laptop weg en dan kreeg je een gratis printer. Tegenwoordig minder, dat we van frameworks gebruik maken, maar ik denk als je een keer een avondje niks te doen hebt en je gaat dit zoeken, ga je dit zeker nog tegenkomen. Mijn vraag aan jullie, zou het strafbaar zijn? Ja. Dit is heel bewust strafbaar. Ja, strafbaar ben je, vervolgbaar niet. Je zegt, die fout, weet ik veel. Als je de 60 keer op dezelfde maand van dezelfde rechter staat in de dan denk ik dat je het dan niet meer mag hebben over misschien toch maar een keer diepkeurig doen. Nee, dit is strafbaar onder de wet. Ik denk computer mee. Als nou die ontwikkelaar de requirement had gezet, bouw ik mijn webshop waarbij product in staat, aantal ingevuld moet worden en vervolgens moet worden afgerekend. Is daar dan aan voldaan? Heeft die developer heeft die gebouwd wat er gevraagd werd? Ja. Dit is dus echt een typisch voorbeeld van inderdaad een flaw. Dit is fout bedacht. Ik hoorde nog iemand zeggen, laten we eens een keer kijken wat er over de lijn gaat. Daarvoor heb ik Burp Suite, intercept en proxy meegenomen. Dat betekent dat alles wat ik hier doe gaat via Burp Suite. En dan zie je inderdaad dat die post request doet naar die pagina met een quantity en een total. Wat is het mooie van zo'n proxy? Wat kunnen we daarmee doen? Aanpassen. Kan overigens ook via de browser, via de development toolbar, maar deze site is niet zo heel mooi opgebouwd. Laten we eens kijken of we voor 999 kunnen komen. Well done, you've just worden die via discount. Hoeveel? 1. Hoeveel? 999. Ik had de 299. Zou dit verkeerd bedacht zijn of verkeerd gebouwd? Dat ligt er aan wie het vraagt.
Ja, het is een beetje ongeluk inderdaad. Ja, dat is inderdaad. Voor de website eigenaar. Ja, ik vind beide. Het kan best zijn dat de opdracht verkeerd verstrekt is. Dus iemand heeft niet nagedacht dat dit misbruikt kan worden. Ja. Als je dit als developer ontwikkelt en daar ook niet over bewust bent dat dat erin zit. Dat vind ik ook wel wat van. Ja, stel bouw van een website waarbij een product wordt verkocht, waarbij je een aantal moet invullen en moet verkopen. Misschien had ik het maar beter moeten specificeren en tegen een vaste prijs. Dan zou dit zeker wel een bug moeten zijn. Want, eigenlijk moet die P maal Q, prijs maal hoeveelheid, die moet op de achterkant plaatsvinden. En dat moet nooit. Is dat toch een foute dag dat je dat vormen moet? Ik weet niet of de klant daar steeds in. Nee, dat is een programmeerfout. Misschien is het aan de achterkant wel afgemaakt. Want weet je niet, dit is JavaScript. Nee, het is geen JavaScript, want hij is over de lijn gegaan. Ja, nee, maar dat berekenen. Die min 1, ja, dat klopt. Ja, op het moment dat je weg hebt aangehaakt, kun je natuurlijk heel andere validaties doen. Wat teruggeven. Dus dit is onderscheid is of dat. Nou, moet ik zeggen, het feit dat je überhaupt de prijs aan kan passen, doet mij vermoeden dat die back-end validatie, dat ze dat ook op die min niet hebben gedaan. Overigens, ook dit is open source, dus je kunt hem downloaden en kun je kijken of het daadwerkelijk ook op de achterkant goed wordt ingeregeld. Maar bugs en flaws, heel belangrijk in cybersecurity. Dan gaan we naar de traditionele software development lifecycle. Je hebt heel veel modellen tot aan 10 stappen aan toe. Ik kies een wat meer simpel model, de requirements fase, waar je requirements en use cases opstelt. Design fase, daar vertaal je het naar een technisch ontwerp, meestal door een architect. Development, daar ga je technisch ontwerp ga je daadwerkelijk bouwen. Je begint eigenlijk je eerste regel code. Testfase, daar ga je kijken, doet het wat het zou moeten doen. En implementatiefase. Implementatiefase, voor nu skip ik even, omdat dat denk ik wat minder van belang is open source ontwerpen, denk ik dat implementatie. Kijk, als je het voor een bepaalde organisatie bouwt, dan is het heel duidelijk in wat voor schakel die komt te zitten, open source. Ja, het is aan de eindgebruiker om dat te bepalen. Dus daar hebben we wat minder invloed op. Behalve de software development lifecycle is er ook nog de security software development lifecycle. En dat is eigenlijk zo simpel als het woordje secure of security voor de andere woorden plaatsen. Dus in plaats van requirements, stel je security requirements op en je abuse cases. Secure design, maak en hou een threadmodel bij. Secure development, schrijf veilig code. En security testing, test nou niet alleen of het werkt, maar ook of het werkt op de manier die niet bedoeld was. Ja, die niet. Als we daar nou bug en flaw op kloppen, dan zie je dat 50% eigenlijk van al je problemen kun je al zoveel mogelijk tackelen, zodat je maar één regel code hebt geschreven. Security test, als het wordt gedaan door goede security testers, dan vindt die bij. Een bug, ja, dat is letterlijk in de code. Dus dat kan alleen maar geïntroduceerd worden tijdens het schrijven van je code. Wat is nou het verschil tussen je security requirements en jouw use cases? Nee, je security requirements zijn eigenlijk globale requirements. Dus die zijn use case overtuigend, die geldt over heel je project. Dan kun je denken aan alles moet over een versleutelde, alle communicatie moet over een versleutelde verbinding gaan. Gebruikers invoeren, dat zagen we net, moet gevalideerd worden. Ik zeg altijd, vertrouw nooit de gebruiker. Het hoeft trouwens ook niet altijd bewust zo te zijn, het hoeft niet altijd een hacker te zijn, maar
Mijn oma heeft een iPad. Ik zou haar ook niet vertrouwen met webapplicaties. Ze snapt net YouTube. Daar gaan we het een beetje mee op. Security requirements die worden op het algemeen aan het begin van het traject worden die opgesteld. Nou hoef dat niet te zeggen dat je gedurende een lifecycle, kan soms heel lang zijn, hè? Zeker als je verschillende iteraties hebt. Als je WordPress versie 1 kijkt en WordPress de huidige versie, dan is er in de wereld dusdanig veel belang veranderd dat ik mag hopen dat de security requirements nu anders zijn. Animatie niet. Waarom nou die security requirements? Het is heel simpel om assumptions eruit te halen. En we weten allemaal, assumptions is the mother of all fuck-ups. En een leuk voorbeeld daarvan is uit mijn professionele historie. Is dat bij het bedrijf waar ik ooit heb gewerkt, die is gevraagd, bouw nou eens voor onze single sign-on oplossing. Helemaal gebouwd, uitgebreid getest. Gaat naar de klant voor de acceptatietest en binnen een minuut belt de klant terug, ja, doet het niet. Wat bleek nou, zij verstonden op de single sign-on, je kunt één keer inloggen en daarna niet meer. Dit is 8, 9 jaar geleden. Dus het is misschien wat minder. Wat minder common knowledge dan nu. Maar die assumption, ja, die klant bedoelt met signals en wat wij ermee bedoelen, dat zorgt voor een ontevreden klant en ook voor onze ontevreden organisatie. Abuse cases die definiëren eigenlijk het ongewenste gedrag wat een applicatie kan geven op basis van specifieke use cases. Een voorbeeld daarvan, je hebt Magento open source, wie weet wat Magento is? Ja, webshop. Ja, webshop. Inderdaad, ik ben er niet helemaal in gedoken, maar Magento is natuurlijk veel gebruikt webshop software. Die hebben een use case, een klant kan zijn order inzien. Het goede nieuws is, abuse cases definiëren is eigenlijk heel makkelijk. En dat is eigenlijk het woordje niet in elke plek van de zin proppen. Ik heb er nou het Engels, een stukje Engels, anders gaat mijn grap niet werken. not customer can see his order, dat is een soort van authenticatie issue als een niet-gebruiker een order kan raadplegen. Dan gaat er iets mis met je authenticatie. Wil je dat? Zo niet, moet je dat duidelijk definiëren. Customer not can see his order, nou, dat, ik ben niet Cambridge Engels afgestudeerd, maar dit lijkt me niet heel goed Engels. Customer cannot see his order, deny the service, dan werkt er iets niet of niet tijdig. Is dat iets wat we accepteren of willen we daar niet geen maatregelen tegenover stellen? Customer can see not his order. Dat lijkt me een authenticatie issue als een klant niet zijn order kan inzien, maar liever iemand anders. Willen we dat ja of nee? Customer can see his not order. Weer geen Engels. Nou, dat in het Nederlands lijkt het syntactisch helemaal correct. In het Engels is dat niet zo. Ik ga hard op de tijd. Secure design. We hebben nou alleen nog maar die requirements gehad. In het design, eigenlijk wat je daar het beste teken doen is threat modeling. Ik heb hier een definitie van internet afgehaald. Threat modeling is basically in je designfase alle risico's op al je assets spotten. Kijken van worden die gemitigeerd? Dus zo ja, prima.
worden ze niet gemitigeerd van te vinden een risk appetite. Zo nee, dan moet ik iets doen. Een veel gebruikte methodologie daarvoor is STRIDE. STRIDE staat voor Spoofing, Tempering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service en Elevation of Privilege. Spoofing, die kan me uitleggen wat spoofing is. Ja, ja, als ik hier was gegaan en ik had gezegd, ik ben Hans van der Looy, dan had ik Hans van der Looy gespoefd. Nou, kennen jullie allemaal Hans van der Looy wellicht? Dus dat was niet gelukt, maar ja, redelijk laag gehouden geworden. Je heeft niet idee aan de ingang gecontroleerd. Tempering, wat is wat zou dat zijn? Ja, temperen, volgens mij de letterlijke vertaling in het Nederlands is klooien. Zaken aanpassen. Repudiation, een heel lastig en woord. Dat was degene die ik echt wel drie keer moet opzoeken. Repudiation is weerlegbaarheid. Non-repudiation betekent iets is weerlegbaar. Als ik zeg ik heb iets gedaan en de ander kan zeggen nee dat heb je niet, want ik heb hier bewijs dat je het niet hebt gedaan, dan is het non-repudiation. Repudiation betekent ik kan ontkennen dat ik iets heb gedaan en dan kom ik weg. Information disclosure. Gewoon de ordinaire data leggen. Ja, dat is informatie die inderdaad wordt lekt. Denial of service. Doet het niet, of eigenlijk doet het niet, maar eigenlijk moet iets worden uitgewerkt. Doet het niet tijdig. Doet het niet kan, maar dat wordt een probleem als het niet tijdig is. Elevation of privilege. Root voor everybody. Ja, dat is in elk geval iets waar je recht voor hebt. Waarom moet je dat niet in de web? Omdat een data store, dat is bijvoorbeeld een file op een drive. Ja, dat kan ik gebruiken. Nee, elevation of privilege, dat eigenlijk kan het alleen in het proces. Ik kan het wel uitleggen. Je hebt externe entities, dat zijn bijvoorbeeld gebruikers. En gebruikers kunnen gespoofd worden en kunnen iets ontkennen. Een gebruiker kan niet iets met meer rechten doen. Dat is altijd het proces. Dus als je gebruiker hebt, het proces orde inzien, dan kan die orde iets inzien. Dat proces orde inzien kan iets. Ik kom zo even tegen te spreken. Ja, en een hogere rechten. Het enige wat bij een data store enigszins twijfelachtig is dat daar een repudiation kan plaatsvinden. Een data store dat kan mee geplooid worden, die kan. Zaken tonen en kan dat niet doen. Hetzelfde gaat met dataflow, dat is bijvoorbeeld HTTPS verkeer. Waarom is het wat mij betreft een heel goed systeem strijd? Is omdat al die verschillende categorieën, spoofing, tempering, etc. Daar is een tegenhanger voor. En die tegenhanger vormt de CIA triangle plus authorization accountability. En authentication. Ik heb vele overheidsorganisaties CAPMOL mogen aanleren. Het zijn architecten die dat over het algemeen doen. Het zijn niet de minst eigenwijze personen. Laat ik het diplomatiek houden. Heel vaak de discussie gehad van ja, dekt dit wel alles? En dan tot aan sessies van een half uur om gooi maar allerlei kwetsbaarheden die je kent. Ik stop ze in een van die categorieën of meerdere. En het is nog nooit iemand gelukt om een kwetsbaarheid te noemen die niet in deze categorie valt. Dus ik loop hier de hele dag rond. Ga je gang. Secure development. Ja, hoe zorg je nou dat je
veilig code produceert. Ja. Code issue. De kleine disclaimer voor al deze onderwerpen geldt dat er ook kennis nodig is. Maar zelfs met die kennis, de mens die kan fouten maken. Of je nou de grootste security guru ter wereld bent of op het begin developer, iedereen maakt fouten. Daar is code review heel belangrijk. Ik kan op twee manieren. Twee manieren wordt het vaak aangeraden. Eén is een peer review, krijg werk van collega of mede ontwikkelaar. Bekijk dat en twee zien er altijd weer mee. En een security static code analyse, dat is gewoon geautomatiseerd. Weer code gaan. Er zijn flink wat open source tools voor. OWASP zijn die allemaal te vinden. En ook wat commerciële tools voor, die zijn vaak heel diep. Ik ben zelf geen developer, ik heb toch iets van, dan lijkt het nog een beetje wat, een security testing. En, ik zal hem even uitleggen. Als je geen secure development lifecycle gebruikt, dan is security testen een gesimuleerde cyberaanval tegen software om te kijken of daar zwakheden in zitten. Je traditionele pentest. Heb je nou wel je security lifecycle gedaan? Dan is het eigenlijk een validatie van de stappen daarvoor. Dus van je security requirements, security cyber, security development. En waarom is dat zo? Wat is nou dat verschil? Dat is eigenlijk het beste groot verschil, en dat is context. Als je data van de overheid.nl hebt, dat is een enorme database met allerlei informatie, die is gewoon publiek toegankelijk, die bekijken. Heb je research en development van Philips? Ik denk niet dat Philips zo blij is als je dat bekijkt. Maar, weet je, de assumptions. Je weet het niet. En daarom, door het valideren van een stuk software of van een applicatie op basis van de security requirements, security design en security development, worden een hele hoop van die assumptions voor je weggenomen. En, ik merk dat regelmatig, we hebben flink wat pentesters in dienst en de eigenschap van een pentest is dat ze zeggen dat is fout. En hoewel ze technisch gezien vaak wel gelijk hebben, hoeft dat business-wise hoeft dat niet zo te zijn. Bijvoorbeeld, je hebt een applicatie met een SQL database, een SQL injectie en het enige wat je kunt doen is de contents van die database uitlezen, als dat allemaal publieke informatie is, is het technisch gezien heel fout. Is de business impact is minimaal. Ik zou ze alsnog zou ik ze wel aanraden om te fixen en misschien een ontwikkelaar op te leiden. Maar technisch versus wat is maar daadwerkelijke impact is niet helder als je niet die assumptions van tevoren neemt. Ik weet ze niet als ik heel black box ergens in moet duiken en dat ik al die informatie en al die stappen van tevoren weet met de requirements, met de use cases, dat kan ik specifiek. Nou, okay. Wat zijn nou valkuilen voor shift left, dus secure development lifecycle introductie van open source van closed source software? Er is niemand die je gaat zeggen te doen. Er is geen business die requirements dicteert, die zullen het zelf moeten doen. Vaak zie je dat in een commercieel ontwikkelteam heb je allerlei verschillende rollen, allerlei verschillende profielen. Dus bijvoorbeeld een product owner, een ontwikkelaar, een tester, een architect. Ja, als je net zelf een idee hebt en je begint met code, ben je vaak in je eentje en je alles doen. Linus Torvalds is natuurlijk een voorbeeld van, die is eentje Linus
start. En nou, als je best in die hele secure development lifecycle wil doen, moet je ook maar net aan weten ben je zin in hebben. Als je nou hele grote communities hebt, pak Linux als voorbeeld, dan is het ook lastig om het geheel te blijven overzien. Ik denk niet dat er één architect is die alle ins en outs van heel Linux, ik denk zelfs niet eens van de kernel, maar laat staan als je Ubuntu pakt met alles erbij. Ik denk dat er niet één iemand is die alles kan overzien. Dus dat, daar heb je echt wel coördinatie nodig. Het bedenken van security requirements is nou eenmaal niet wat we graag doen als we een idee hebben. Als ik een idee heb, ik programmeer bijna niet, maar als ik een idee heb, dan ga ik gewoon code kloppen en dan druk ik CH:\X en dan run ik het en hij doet het en dan is het klaar. En eigenlijk ben je dan al 3 stappen te laat om je security requirements op te gaan stellen. Gelukkig zijn er ook nog voordelen van open source projecten ten opzichte van closed source projecten. Een hele grote voorbeeld is, je source is, je grondcode is publiek. Dat betekent dat je niet alleen je collega's hebt die je code kunnen controleren, maar in principe iedereen ter wereld met internet aansluiting kan die source bekijken en kan er iets op vinden. Dat zegt ook niet over alles. Ook dezelfde is een mooi voorbeeld met de Heartbleed. Volgens mij heeft dat 9 jaar ingezeten. Dus ik weet zeker dat er meer dan 10 mensen in die 19 jaar naar die code hebben gekeken. Wat een voordeel en wat een nadeel was voor open source, is ook een voordeel van open source, namelijk er is geen business is dictating requirements, geen time to market, geen ROI, al die zaken die geen rekening mee te houden als je iets voor een community die je eigen voor bijdrage doet. Dus het is makkelijker om als open source project een transitie te maken naar security by default, als dat je dat in een organisatie moet introduceren. En dat laatste heb ik aan de lijve ondervonden bij vele organisaties. Die willen heel graag uiteindelijk, of duurt te lang, dat skip wat eerst, dat is die security development lifecycle. Andere grote voordeel is dat is behalve dat je de hele wereld hebt om nog mee te kijken, heb je ook iedereen binnen jouw project meehaalt als shared knowledge. Want zeker bij grote projecten en een stuk meer is dat een aantal collega's commercieel development team. Nou, we zijn er precies 5 minuten over. Of ik was heel helder. Ja? Hey, ik vertel je al eerder een slide over threat modeling. Ja? En dan denk je dus kun je nadenken van wat zijn de eventuele risico's die je kan lopen. Maar voorbeeldje, een ontwikkelaar die in een library kijkt of je van een Russisch IP-adres komt en een ander gedrag vertoont. Hoe bedenk je zoiets? En je hebt natuurlijk een historische statistiek, maar. Het mooie is, er is een verschil, en dat is best een filosofische discussie, en ik kan een heel mooi voorbeeld noemen tussen een bedreiging en kwetsbaarheid. Een mooi voorbeeld daarvan is 11 september 2009, ik denk dat iedereen weet wat die dag gebeurt. Dat was een van de figuren die stond helemaal hyperpieper op, want die was die dag een beetje de baas van de VET, de echte baas van de VET op de vliegtuig. Hij was waarnemend auto van de VET. Nou, dat heeft hij later, was hij er niet meer zo blij mee, want er zijn 2 vliegtuigen die stochten in een World Trade Center. Het hele financiële hart van Amerika was weg. En wat heeft die man nou gedaan? Die is naar de kast gelopen en die heeft gekeken van, is iets van een plan, wat te doen als dit gebeurt? En die heeft het plan voor de Millennium Bug uit de kast gehaald. De Millennium Bug, eigenlijk naar de service
zou veroorzaken, waardoor eigenlijk dat hele financiële hart weg was. En dan, ondanks dat er niet over na is gedacht dat er nou twee vliegtuigen toren in vlogen, of dat, dat het door een Millennium Bug komt, of door wat dan ook, stond daar in dat verslag dat alle banken moesten worden omgetoverd tot noodhospitalen. En dat heeft best wel wat levens van brandweerlieden gered destijds. En het risico, hij doet het niet, het financiële hart is weg, dat is altijd gelijk. Welke kwetsbaarheid daar dan ook toe leidt, maakt in principe niet uit. En daarom kun je dit al vanaf eigenlijk die designfase, ik noem het treffel eigenlijk ook een soort van pentest in design. Omdat het maakt niet uit of het nou SQL-injectie is die informatie uit een datastore lekt, of XML-injectie of wat dan ook. En hoe doe je nou treffel eigenlijk? Ik had dat even kort uitleggen, is dat je tenminste via het SCI-model is eigenlijk alle assets binnen je stukje software, binnen je applicatie, die verdeel je onder assets. Je hebt een gebruiker nodig bijvoorbeeld, maar het kan ook zijn dat er een admin is. Er zijn verschillende processen, data, soort dataflows. Daar maak je een dataflow diagram van. En dan kun je middels deze grafiek, weet je dat elke external entity, maakt niet uit of nou een admin, een gebruiker of wat dan ook is, die kan gespoefd worden. Kun je kijken, vind ik dat erg? Ja, heb ik me daar tegen gewapend? Het is geen exacte wetenschap, het is net zo sterk als de persoon die me uitvoert. Maar het geeft wel echt richting aan en dwingt je om keuzes te maken op de risico's die je hebt geïdentificeerd. Dankjewel. Iemand anders? Ja? Hoe kijk jij naar veilig genoeg? Ja, 100% veiligheid bestaat niet. Veiligheid is op één ding in de historie naar altijd een soort van compromise tussen functionaliteit en veiligheid. De meest veilige kluis, zeg ik altijd, is een paar goudstaven die giet je in titanium, maar daar kun je ook zelf niet meer bij. Dus om ervoor te zorgen dat je er nog iets aan hebt, moet je een deurtje introduceren. Enige uitzondering is de Apple iPhone. En toen de 5S uitbrachten, die vingerafdruk kostte geen extra moeite, levert een hele bak veiligheid op. Sterker nog, mensen vonden het cool. Maar veiligheid eigenlijk altijd in de afweging tussen functionaliteit en veiligheid. En ik ben niet degene om te bepalen welke functionaliteit wil ik opofferen ten opzichte van veiligheid voor een ontwikkeltraject van anderen. En daarom, juist daarom is dit zo waar. Als ik dat niet weet, dan ga ik uit van mijn eigen technische standaarden en dan krijg je een hele lijst met allerlei bevindingen, technische bevindingen. En dan wil ik je wel helpen om dat een beetje te vertalen in business impact. Maar op het moment dat ik weet wat voor jou veilig genoeg is, kan ik veel beter een uitspraak doen over dit zijn de resultaten van mijn security test. En dan heb je er daadwerkelijk waar aan, dan haal je eruit wat voor jou belangrijk is. Dan heb je niet heb je een hele lijst kwetsbaarheden waarvan de business zegt, ja, dat moet ik accepteren. Dus veilig genoeg, ik kan het niet bepalen. Ik denk dat veilig genoeg voor mij anders is als voor jou of voor iedereen deze jaar. Nog iemand? Ja. Hoe vertel je dan tegen de business veilig genoeg? Hoe kun je ze daar in de business moet het jou vertellen. Dat is eigenlijk het hele kritiekpunt. Dat gebeurt niet. Business heeft ook assumptions. Hè? De business die denkt als ze jou een opdracht geven en dan komt er na een pentest rapport en het is zo lekker als een mandje en zegt je hebt je werk verkeerd gedaan. Maar dat is eigenlijk oneerlijk.
Dus het is de business moet het jou vertellen. Ja. Maar misschien ligt het ook wel bij ons om de business te vertellen dat ze het jou moeten vertellen. Het houdt wel in deze business. Je moet vertellen wat de consequenties zijn. Ja, en daar helpt je tabrollen erbij. Op basis van de requirements hebben we betaald in het design, dit is het risico. Beste mensen, ben je bereid het te accepteren? Als ze dan ja zeggen, kunnen ze ook trouwens niet naar jou toe komen. Dus eigenlijk die hele cirkel, die helpt om uiteindelijk voor die business ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk krijgen. Wat zijn we uitgemaakt? Het is nogal om uit te leggen aan de business als je niet daar aan te werk is. Ja? Security wordt vaak gezien als voor experts. Maar ik denk dat security is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Of je nou architect bent, tester, ontwikkelaar of product owner of business, het is gezamenlijk. Ja, dat is een stukje bewustwording, denk ik, binnen organisaties. Auto, dankjewel. Ja, dankjewel.